ben Delphine van Vokakamer van Koophandel Limburg. Op 22 augustus organiseren wij ons jaarlijks zomerkasteelfeest. En dit jaar gaat dat door in het kasteel van Beto in Tongeren. Vandaag neem ik jullie mee voor een exclusieve kijk achter de schermen. Kom, we zijn weg. Oké, ik ben aangekomen in Tongeren bij het kasteel van Beto. Hier, op de achtergrond. Voor ik het kasteel binnenga, heb ik even mijn opzoekingswerk gedaan. En hier staat dat het kasteel bestaat uit 4 vleugels. Dus... Eerlijk gezegd, ik heb geen idee wat dat eigenlijk wil zeggen, maar ik denk dat ik gewoon eens een kijkje ga nemen. Hallo, goedemiddag. Hallo. Wie bent u? Gert de Brie. Hallo, ik ben Delphine. Bent u de kasteelheer? Absoluut, ja. Ah, oké, super. Ik ben naar u op zoek. Mag ik binnenkomen misschien? Ja, zeker. Okay. Ga maar binnen. Dankjewel. Gaëtan, kan je mij misschien vertellen van waar dat de naam het kasteel van Beto komt? Ja, het kasteel is vernoemd naar de naam van zijn eerste bewoner, Arnold van Betu, in de volksmond Beto. Klopt het eigenlijk dat het kasteel van Beto voor het publiek niet toegankelijk is? Ja, absoluut. We openen de deuren niet zo vaak, maar we zijn blij om... de deuren te openen voor het zomerkasteelfeest. Omdat we willen graag de Limburgse ondernemers en economie kunnen steunen. En kom jij eigenlijk ook naar het zomerkasteelfeest op 22 augustus? Natuurlijk, wat een vraag. Oké, supergoed. Goed. Wil jij ook een exclusief bezoek brengen aan het kasteel van Beto? Schrijf je dan snel in voor het zomerkasteelfeest van Voka, Kamer van Koophandel Limburg. En sluit samen met de Limburgse ondernemers de zomer af in stijl. Tot dan! Bye bye!